Ik praat met Anneke Gronsma over Amnesty Schrijft. Welkom, Anneke. Dank je wel. Hier aan tafel. Een jaarlijks terugkomend gebeuren. Mm-hmm. En ik las in de aankondiging, in die zin deed mij wel wat. Blijf durven waar volwassenen tekort schieten. Schieten volwassenen tekort, Anneke? Nou ja, dat kan je wel zeggen. Ja? Nou, dit jaar gaat het vooral over kinderen en jongeren. Ja. Nou ja, en ten opzichte van kinderen en jongeren. Een heleboel regeringen schieten daar heel erg tekort. Je klinkt gedreven, gepassioneerd. Ja, ja. Ja. We gaan schrijven, mensen kunnen schrijven aan jouw tafel bij Boekhandel van der Meer. Wat gaan ze schrijven? Is dat een klare tekst? Is die klaar? Mogen ze zelf iets verzinnen? In welke taal? Er zijn veel vragen bij elkaar. Zullen we beginnen met wat wordt er geschreven? Er zijn voorbeelden. Ja. Het moet gewoon overgeschreven worden. En Amnesty zorgt natuurlijk voor de verzending. Er zijn een aantal gevallen. Ik moet even nog vermelden dat over vorig jaar, toen zijn er heel veel brieven binnengekomen. Ja, door de wereld eigenlijk 6 miljoen. 6 miljoen? 6 miljoen brieven, allemaal op die dag. Want eigenlijk is het 10 december dag van de rechten van de mens. En daar is het op gebaseerd. Oké. En in één geval, dat wou ik even zeggen, omdat dat inderdaad een succes had. Nou ja, successen altijd melden. Ja. Dat was uit Oekraïne. Dan moet ik even de naam bekijken. Ja. Dat was Vatelina Koval, boegbeeld van de Oekraïnse LHBTI-gemeenschap. Er is namelijk een internationale vrouwendag. En daar werd ze aangevallen door iemand met een bijtende vloeistof. En toen zijn er zoveel brieven binnengekomen om haar te ondersteunen. Dat de volgende keer de politie zorgde dat er niets meer gebeurde. En zij heeft geschreven aan Amnesty. Ik heb me in mijn leven nog nooit zo gesteund gevoeld. Want zij wist wel dat er zoveel brieven waren binnengekomen voor haar. Ja. En wat stond er in die brieven dan? Daar stond dat de politie nu op moest letten dat er niks gebeurde. En natuurlijk aan de regering gericht, want die had zoiets van Internationale Vrouwendag. Het zal wel. Ja. Ja. Maar ze kijken nou beter uit. Door de massaliteit. Van de brief, van de post, zullen we maar zeggen. En over het algemeen is het ook zo dat machthebbers het vinden het niet fijn om voor dictator of folteraar uitgemaakt te worden. En bovendien, de ambtenaren krijgen heel veel brieven. En ambtenaren kunnen niet zeggen, nou, die gooien we wel even in de vuilverbrander. Dat moet allemaal geregistreerd worden. Daar zijn ze helemaal niet blij mee. En de gevangenen zelf, de mensen over wie het gaat, die vinden het ontzettend prettig dat ze vanuit de hele wereld steun krijgen. Dat ze niet alleen zijn. Dat is echt heel belangrijk. Dat er aan ze gedacht wordt en dat er met ze mee wordt geleefd. Een heleboel zit ook onterecht vast natuurlijk. Ja. En daar gaat het met name over. Daar gaat het om. Dus ik maak even een beeld. Ik ga naar Boekhandel van der Meer. Wanneer is het? Aanstaande zaterdag om 11 uur. Dan komt ook de burgemeester. Burgemeester Hermans. Ja. En bovendien komt er ook een groep jongeren, kinderen. Die hebben namelijk tijdens de dienst van de protestantse gemeente kaarten geschreven voor twee jongeren die op het eiland Lesbos bezig zijn met vluchtelingen te helpen om uit zee te komen. Dat zijn Sarah en Seon. En ja, die hebben al 100 dagen vastgezeten. Want er wordt gezegd, jullie zijn spionnen en jullie zijn mensensmokkelaars. Dus dat is bedoeld om ze te ondersteunen door de kinderen. Okay. En dat is dan zaterdagmiddag? Van 11 uur tot 5 uur. Van 11 tot 5. En dan kom ik daar binnen, ga ik zitten en dan krijg ik een kaart of moet ik een kaart kopen? Nee hoor, je krijgt een brief of een kaart. Een brief of een en dan kaart. Kan je overschrijven. De bedoeling is wel dat die brieven worden overgeschreven. In een taal? Nou, dat zijn verschillende talen. Er komt ook Spaans in voor. Okay. Ja, want ik kan geen Spaans schrijven. Nee, maar het is een voorbeeldbrief. Okay. En die kun je dan schrijven. En zoals vorig jaar, dat doen jullie elk jaar, hoeveel wordt er dan in Noordwijk geschreven? Nou, ik geloof dat er, moet ik even kijken. Dan moet ik aan honderden denken? Ja, honderden wel. Honderden wel, want er is wel veel belangstelling voor, toch? Ja, ja. Okay. Want veel mensen voelen zich toch wel daardoor opgeroepen. Ja. Iets te doen, hè? Iets te doen. Vooral rond deze tijd. Precies. Iedereen heeft het leuk, een mooie kerstwandeling, mooie concerten. Ja. Maar ondertussen zitten de mensen in erbarmelijke omstandigheden. Nou, ik moet zeggen, het is best gezellig hoor. Daar
Bij de boekhandel. Ja, bij de boekhandel wel, maar waar jullie voor schrijven natuurlijk niet. Ja, dat natuurlijk niet. Nee. Dus. Nee. Hoe lang doe je het al, Anneke? Nou, ik doe het al lang, ja. Lang, eigenlijk, hè? Ja. Ja. Ja, ik herken je gezicht, dus ja. Ja, vandaar. En waarom doe jij het vanuit jezelf? Waarom vind jij het belangrijk? Ja, ik ben tegen onrechtvaardigheid. Ja. Dat hebben veel mensen natuurlijk. En ik richt me nu hierop. Je kunt je op een heleboel andere manieren ook richten op onrechtvaardigheid. Nou, mm-hmm, dat is nou mijn manier. Ja. Dan word ik iets aan. Doen. Ja, iets doen. Sorry. Ja. Ja. Mooi. Fijn dat je dat doet. En je schrijft ook, hè, de massaliteit, de hoeveelheid. Dat heeft invloed op mensen die het niet het beste voor hebben met hun zeker, land en de inwoners. Zeker. Vinden ze echt niet fijn. Vinden ze niet fijn. Dus nee. Je schudt wakker en je roept ze op rechtvaardigheid te betrachten. Ja. In de landen waar het niet zo is als in Nederland. Precies. Heel goed. Ik wou nog even bij vermelden, want mensen denken dat vaak dat het alleen maar over ontwikkelingslanden en zo gaat, derde wereld. Nou, we hebben ook een geval van Canada. En Canada schrijven we best vaak naartoe, want daar worden de inheemse gemeenschappen slecht behandeld. In dit geval is het een volk dat in een deel van Canada woont, waarin de rivieren kwik is geloosd. Vanaf de 60e jaren is nooit iets aan gedaan, dus de jongeren hebben daar een hele slechte gezondheid. En dit is een oproep aan de regering om nou werkelijk die kwikvergiftiging aan te pakken, eindelijk. Okay, dus het is niet alleen maar, want dat denken mensen vaak, hè, dat westerse landen, nee, die doen alles goed. Nee. Ook Nee. Dus daar schort er ook nog wel iets aan. Jawel. En het welbevinden voor de inwoners, zullen we zeggen. Ja, het is in Canada wel vaker hoor, zulke dingen. En bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika, Indiaanse gemeenschappen. Ja. Dat is ook vaak een probleem, hè, dat hun rechten worden aangetast. En dan kun je dus ook weer een brief voor schrijven. Protesteren. En kies jij dan uit waarvoor geschreven wordt? Nou, dit keer is het van Amnesty gekomen, maar ik ben ook bezig met Mirjam van der Meulen om elke maand een brief te maken. Dat is 10 keer in het jaar, dus niet in de zomermaanden. En die brieven halen we dus ook van de site en daar kiezen we dan wel uit. Hè, en een beetje, proberen het een beetje te spreiden. Ja. Dat het verschillende delen van de wereld en verschillende gevallen. En ja, dat is heel makkelijk als je daarin mee wil doen. Het kan via e-mail, maar het kan ook dat wij daar een brief thuis brengen. Er zit het adres op, er zit de postzegel op, alleen en de brief erin. En ook de uitleg ervan. Alleen maar een handtekening zetten en op de bus doen. En dan 10 keer per jaar. Ja. Dan kun je het anoniem doen ook, hè? Dus. Dat kun je doen, ja. Je kunt ook je naam eronder zetten. Dan wel. Ja, en enkele keer komt er dus antwoord. Oh. Dat wel, een keer uit Israël. Oh. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. En hoeveel verstuur jij er dan bijvoorbeeld? Nou, we hebben op het moment, moment hebben wij iets van 40, nee, iets meer, 45 mensen die meedoen met de abonnementen. En dan nog e-mail schrijvers. Nou, stuurders eigenlijk, want die schrijven niet. Mm-hmm. En die brieven worden dus door ons tweeën, Mirjam en mij, bezorgd. Oké, nou. Op naar Boekhandel van de Meer aanstaande zaterdagmiddag. Ja, lijkt me wel. om te schrijven voor Amnesty International. Ja. Dankjewel, Anneke.